Ja, ik durf het wel te zeggen. Vandaag zijn we op pad met de dikste Peugeot van deze tijd. Namelijk de Peugeot 508 SW Peugeot Sport Engineered. 360 pk, een 1.6 brandstofmotor en twee elektromotoren. Dat gaat op de speer en wat een looks. Wij gaan er vandaag met jullie doornemen. De Peugeot 508 Peugeot Sports Engineered. Een 360 pk sterke ruime station. En met wat een looks. Zoals ik al zei, is dit wel een heel speciaal model. Volgens mij is het zelfs de duurste Peugeot die ik ooit heb kunnen bestellen. En dan weet je natuurlijk niet dat het in de toekomst gaat volgen. Maar dat het iets speciaals is, dat mogen duidelijk zijn. En ik rijd nu weg. En we rijden op de elektromotor. En ik heb hier voorbij in het scherm nog 32 km actieradius, vertelt deze auto mij. En dat is misschien wel leuk om mee te beginnen. Want onder die kap rust een 1.6 benzinemotor van Peugeot. En die heeft daarbij ook nog eens een aandrijving van twee elektromotoren. Op zowel de voor- als de achteras. Ja, en die 1.6 levert al 200 pk. Maar die elektromotoren leveren zo'n 100, 110 pk per stuk. Nou kun je dat natuurlijk niet allemaal bij elkaar op gaan tellen, want dan kom je op zo'n ruime 400 pk uit. Maar gemiddeld, als je deze auto in de meest sportieve rijmodus zet, komt hij uit op een gecombineerd vermogen van 360 pk. 360 pk in een Peugeot Station. En wat mij gelijk al in het oog springt, zijn al die details die deze auto heeft eigenlijk. Dat fel neongele dat overal in terugkomt. Het doet me eigenlijk wel een beetje denken aan de Peugeot 308 GTI. Die was eigenlijk hetzelfde ingericht als deze auto. Overal kwamen die badges in terug met Peugeot Sport Engineered. En dat is wel heel erg gaaf gedaan. En bij de GTI kwamen we natuurlijk al die rode accenten tegen. En nu zitten natuurlijk die fel neongele accenten. En dat springt wel echt in het oog. Dan zowel het exterieur als het interieur. Hebben ze toch alweer heel erg goed gedaan met Peugeot. En deze auto verbaast me echt. Als ik nu zo rij, dan is het een hele comfortabele gezinswagen eigenlijk. Maar ja, waar deze auto zich ook echt in uitblinkt, is het sportieve rijgedrag. Als ze deze knop in het midden namelijk indrukken en we scrollen van electric door naar sport, dan zullen we ook merken dat die gelijk die brandstofmotor aanspringt. Maar je voelt ook gelijk een zet in je rug van kom, we gaan lekker eens volle bak erop. En dat is misschien ook al een verschil met wat we gewend zijn van Peugeot, want deze auto is uitgerust met vierwielaandrijving en dat is ook al bijzonder. Dan moet ik er wel bij zeggen dat eigenlijk de vooras voornamelijk verstuurd wordt. Bestuur, sorry. Maar de achteras kan daarbij die boost ook bijgezet worden. En dat geeft wel gelijk zo'n enorme druk erop. Ja, dat loopt, joh. Dat is eigenlijk gewoon niet wat we verwachten en wat we weten van Peugeot. Dit is gewoon een heel ander staaltje auto dan we gewend zijn. En als we het over het uiterlijk van deze Peugeot 508 hebben, dan is het toch wel een heel erg mooi exemplaar. Hij is uitgerust met een carrosseriekleur die genoemd wordt Gris Selenium. Een hele mooie parelmoerachtige kleur. Ja, je zou het wel als grijs kunnen bestempelen, maar het is toch wel een speciale. Ja, is het metallic, parelmoer? Ik weet het niet. Het is een beetje een kleur ertussenin. Maar ook met hele mooie kryptonite. Dat fel neonkleurige accenten. Zowel in het exterieur als het interieur. Het exterieur zie je natuurlijk die remklauwen die daarin vervaardigd zijn. In de bumpers. Mooi die inlaten. Ja, het is wel zo mooi. De tegenstelling eigenlijk van die twee kleuren. Dat lekker in het oog speelt, maar niet te heftig is. En dat zien we ook in het interieur weer terugkomen. De stiksels in dat fijne kleine stuurtje. Het is toch altijd wennen als je in een Peugeot stapt. Maar ook die stiksels in de sportstoelen.
En ook mooi hier natuurlijk overal in verwerkt zitten. En dat is wel heel erg gaaf gedaan. Maar een dikke 20 inch velgen eronder. Chapeau. Dit is niet wat we gewend zijn. Maar dat mag er zeker zijn, Peugeot. Al met al ben ik persoonlijk heel erg te spreken over deze Peugeot 508 Station met 360 pk. Ik denk ook wel door mijn lach op mijn gezicht is het ook wel te merken. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie zouden kiezen. Want we kennen natuurlijk allemaal de Power Stations van het moment die iedereen kent. De Audi RS'en, de BMW M-modellen. Maar die zullen ook ooit over moeten gaan naar de hybride modellen. En die zien we al steeds meer komen. De geruchten zijn er, maar er zijn ook echt modellen aan het komen. En de Duitse markt, die moet daar toch aan geloven. En dan zien we dat het Peugeot daar al gewoon een stapje voor is. Een Power Station met de aandrijving van de brandstof en de elektromotor. En ze hebben het nog geslaagd ook. Wat een auto is dit. Ik had het niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen, toen ik instapte. Maar ik heb er zeker wel plezier mee. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze auto vinden. En wat jullie wellicht zouden kiezen als je gaat kijken naar een station in het segment waar deze Peugeot 508 zich in bevindt. Dus wat ik al zeg, de Cupra Leon of iets dergelijks. Ik hoor het graag. Laat het weten onder in de reacties. Vergeet uiteraard niet om een duimpje omhoog achter te laten. Wanneer je nog niet geabonneerd bent, om dat natuurlijk ook even te doen. Blijft u op de hoogte wanneer wij het nieuws uploaden. Want dat kunt u namelijk ook doen. Dan krijgt u een notificatie. Dan drukt u op het belletje naast de abonneerknop. En dan bent u wellicht de eerste die de notificatie ontvangt en de nieuwe video's bij ons online te komen. Ik zie u graag de volgende keer weer terug. En voor deze keer zeg ik tot ziens!